We hebben 3 machten in Suriname. Die zijn allemaal onafhankelijk van elkaar. Ik heb veel respect voor de rechterlijke macht. Ik ga niet beoordelen wat hun oordeel is geweest. Maar wat ik wel wil zeggen, dat ik blij ben dat we een onafhankelijke, sterke rechterlijke macht hebben. En dat zaken die verkeerd zijn gegaan en dat waar personen bij betrokken zijn, dat de rechters de ruimte hebben recht te spreken. Waarom ik dit zo belangrijk vind, is omdat het buitenland wel kijkt naar dit soort zaken. Hoe sterk is je rechterlijke macht? Hoeveel ruimte heeft men? En ik ben blij dat die ruimte er is, niet beknot wordt. En dat is belangrijk voor een land, ook in termen van het aantrekken van investeringen. Los van het feit dat onze financiële sector, waar het nu heel specifiek om gaat, danig is aangetast door deze schandalen in het buitenland, waarvan tot nu toe de gevolgen ondervinden. Dus vanuit verschillende hoek moet ik zeggen dat ik het blij ben dat duidelijkheid is gekomen in deze zaak. En dat in ieder geval naar het buitenland, maar ook natuurlijk nationaal, dat de rechterlijke macht spreekt en oordeelt. Dit heeft natuurlijk meer consequenties. De centrale bank is de moederbank. Vele landen kijken ernaar. En ik moet u zeggen, er zijn momenten geweest in de afgelopen 1,5 jaar waarbij sommige landen wel de kwestie van de centrale bank aan de orde hebben gesteld in gesprekken van hoe zit het daar nou precies? En nu is die duidelijkheid er. En ik hoop dat dan die discussie minder sterk zal zijn en men vertrouwen zal hebben in ons financieel systeem.